Over de avondklok, u ziet hem niet zitten, maar het is mogelijk wel nog een instrument om in te zetten. Welke winst valt er dan te behalen? Ja, ik zie overigens het sluiten van scholen vanaf middelbaar onderwijs ook niet zitten. En het sluiten van de detailhandel niet zitten. Maar wij zitten helaas niet in een fase waarin we de luxe hebben om met een virus, en je ziet in sommige plekken toch dat het aantal nog heel hoog is, dat uit te sluiten. Waarom dan ook de avondklok als onderdeel daarvan, denkbaar? Omdat een avondklok niet direct als instrument bijdraagt aan het verlagen van de verspreiding van het virus. Dat doe je met andere dingen. Maar omdat het zorgt voor het naleven van het gedrag en het de handhaving makkelijker maakt. En dat heeft bijvoorbeeld alles te maken met het feit dat je dan, als je om 10 uur zou ingaan, dat mensen na 9 niet meer bij anderen op bezoek zullen gaan waarschijnlijk, of na 9:30, tenzij het je buren zijn. Dat daarmee ook makkelijker is om te handhaven, bijvoorbeeld op, omdat mensen dan over straat moeten, als je toch mensen op straat aantreft in grote aantallen, dat het je helpt om op die manier te zeggen, joh, ga naar huis, dit moet je niet doen, want daarmee dreig je het virus te verspreiden, daarmee voorkom je ook weer, want we kunnen niet achter de voordeur kijken, maar zal afnemen het aantal thuisfeestjes. En dat zijn allemaal plekken waarvan we nu weten dat daar helaas nog veel te veel verspreiding van het virus plaatsvindt. Ja, maar toch, u zegt van het begin af aan dat u bij wijze van spreken al blij bent dat we niet, zoals in andere landen, met een agent voor de deur staan en dat je alleen met een briefje naar buiten mag. Maar is dit niet een soort van verkapte manier om dat in de avonduren dan dus toch wel te doen? Nee, je mag gewoon niet naar buiten, ook niet met een briefje. Dan is de bedoeling dat je thuis bent, tenzij je natuurlijk werkt in de zorg. Ja, precies, maar dat gaat toch in tegen alles wat u eigenlijk wil en hoe de manier waarop u dit virus wil bestrijden? Ja, maar het is toch niet zo dat ik de luxe heb om de hele dag te denken, wat zou ik nou het liefst willen? Ik was blij in het voorjaar dat wij nog overdag, nog 's nachts zeiden, je mag alleen met een briefje over straat. Ik ben blij dat we dat nog steeds niet hoeven te doen. En ik hoop ook nooit dat we op een punt komen dat het wel zou moeten. Maar je kunt met een pandemie bestrijden helemaal niets uitsluiten. Je kunt niets uitsluiten, ook een avondklok.